Elke dag wordt je lichaam aangevallen door virussen, bacteriën en parasieten. Gelukkig heeft je lichaam hiertegen een uitstekende verdediging, het immuunsysteem. Je immuunsysteem bestaat uit verschillende soorten cellen. Er zijn immuuncellen die indringers opsporen, andere immuuncellen maken indringers onschadelijk en nog andere ruimen de gedode indringers op. Als je immuunsysteem goed werkt, verslaat je eigen lichaam elke dag massa's virussen, bacteriën en parasieten. Maar bij een auto-immuunziekte gaat er iets fout in de programmatie van de cellen van het immuunsysteem. De immuuncellen vallen je eigen gezonde cellen aan. MS is bijvoorbeeld een auto-immuunziekte. Daar vallen je eigen immuuncellen het beschermlaagje rond de zenuwcellen aan. Of diabetes type 1, ook een auto-immuunziekte. Hier breken de immuuncellen de cellen van de alvleesklier af, waardoor die niet goed werkt. Waarom het immuunsysteem zich soms tegen jou keert, weten ook wetenschappers nog niet helemaal. Daarom doen we er nog volop onderzoek naar. Want deze auto-immuunziektes zijn vaak echt gevaarlijk. Ze kunnen je eigen gezonde weefsels en organen vernietigen. En sommige auto-immuunziektes zijn dodelijk.